Hoi, leuk dat jullie kijken naar een nieuwe video op mijn kanaal. In deze video ga ik jullie nieuwe producten laten zien van Essence. Essence heeft net als Catrice twee keer in het jaar een assortimentsupdate. De eerste update is altijd al in februari. Daarin komen producten voor het voorjaar. En de tweede assortimentsupdate is altijd in augustus. En dat zijn de producten voor het najaar. Het is weer februari geweest. En dat betekent dat de producten voor het voorjaar weer nieuw in schappen liggen. En ik heb ook een aantal producten waar ik heel benieuwd naar was. En die wil ik jullie graag laten zien. Ik heb hier een doosje. Hier zitten de producten in. Ik ga de producten niet swatchen of testen. Het is puur dat ik ze laat zien. Ik ga hier reviews over schrijven op mijn blog. En mocht je nou een product zien waarvoor je denkt, goh, dat zou ik leuk vinden als daar een video over zou komen, mag je dat altijd laten weten. Want dan kan ik daar altijd ook een video over maken. Maar voor de foto's is het niet mooi als ik dan al aan de producten heb gezeten. Nou ja, mocht je benieuwd zijn welke producten zowel nieuw in het assortiment zijn gekomen waar ik heel benieuwd naar was, zou ik zeker zeggen, kijk even gezellig mee met deze video. Ik begin met dit Mix & Match Your Look paletten. Dit is een palette die je kunt gebruiken voor zowel je ogen, je lippen en je gezicht. Heeft de naam Teen Color op Your Life gekregen. Heeft ook een mixing zone gekregen. Het zijn 9 creamy producten. En doordat je dus ook een leeg bakje hebt, kun je dus hierin ook kleuren gaan mixen. Ik ben wel benieuwd. Ik ben normaal niet een heel groot fan van cream texturen. Maar ik ben wel benieuwd of dat dit echt gaat werken als je ook daadwerkelijk gaat mixen. Voor je gezicht zie ik inderdaad wel een aantal kleuren die je ook goed zouden kunnen dekken. Ik vind het wel leuk dat je hem voor meerdere gezichtsdelen kunt gebruiken. Dus ik ben wel benieuwd naar dit palette, het Mix & Match Your Look palette in ieder geval. Dan het Glow To Go Highlighting palette. Deze heeft de naam Teen Sunkissed Glow gekregen. Dit is een palette met bronzer en highlighter. Ze beloven hoog gepigmenteerd te zijn. Je hebt bronzing en highlighting powder. En je zou hiermee de perfecte glans kunnen creëren. En je kunt ze samen gebruiken, maar ook apart. Nou, ik denk zelf dat de eerste twee kleuren highlighters zijn en de laatste twee kleuren de bronzer. Ik hou altijd wel van dit soort paletten. Dus ik vind het leuk dat Essence weer zo'n palette heeft uitgebracht. Essence heeft meerdere van dit soort paletten in een assortiment gehad. Maar dit is wel weer een totaal nieuw concept. Omdat dat glow gewoon heel erg een ding is tegenwoordig. Ik ben heel benieuwd naar het pigment. Omdat die hoog gepigmenteerd belooft te zijn. Ja, ben ik echt benieuwd hoe dit gaat zijn. Dus dit Glow To Go highlighting paletten. Dan heb ik een nieuw product voor de lippen. En dit is de Holo Wow Defy Lip Shine. Ik heb hem in de kleur 02 Butterfly Flap. Zeg ik dat goed? Ja, Butterfly Flap. Hij ziet er zo uit. Dit is denk ik echt een soort holo effect krijg je hiermee. Ik zal even het... Oké, hij is wel echt een beetje oranje. Ziet er zo uit. Je kunt hier de kleur nog niet heel goed op camera zien. Ik zie hem al wel een beetje. Hij ruikt heel lekker. Hij ruikt echt heel fris. Echt wel een beetje zomers geurtje. Dus ik ben heel benieuwd of dat dit, hoe dit eruit gaat zien op de lippen. Het ziet er in het hulsje in ieder geval heel erg leuk uit als je het mij vraagt. Dan heb ik een highlighter en dit is de Glow Like a Mermaid highlighter. Die ziet er zo uit. Heeft de naam Teen Forever Mermaid gekregen. Het is een highlighting powder in mermaid design. De kat die gaat nou weer niet. Ik ga hem even openmaken. Ik zie wel dat deze al geswatcht is. Dus je ziet wel degelijk al dat hier iemand al in heeft geswatcht. Ik weet niet of het op camera ook overkomt. Maar zo ziet hij eruit. Ik vind de kleuren wel heel leuk. Ik denk wel dat het een heel mooi... ja, een heel erg mooi effect zou kunnen geven. Omdat je die kleuren gelijk gebruikt. Ik vind het leuk ook dat je die soort schubben ziet. Ik vind het echt heel erg leuk bedacht. Hij zou makkelijk te blenden zijn ook. Dus ik vind het er echt heel erg leuk uitzien. Ik vind het echt heel erg schattig bedacht ook. Dus ik ben heel benieuwd naar deze highlighter. Dan heb ik deze Volume Booster Lash Primer. En dit is een...
primer die net eventjes je mascara een boost kan geven. Hij belooft een maximized volume effect. Er zit acai oil in, mango, boter en vitamine E. Met super volume wit super fruits. Oh ja, het is gewoon inderdaad een witte primer. Ziet er zo uit. Hij ruikt ook echt heel fruitig. Hij ruikt echt niet zoals alle andere primers zouden ruiken. Hij ruikt echt wel heel erg lekker. Dus ik ben wel benieuwd of je hier echt een super volume mee kunt creëren. Dan deze Crystal Crush Eyeliner. En dit is een eyeliner met glitters. Ik heb hem in 01 Fearless genomen. Soms vind ik het wel leuk om een extra effect te creëren. Ze hadden niet echt hele bijzondere standaard kleuren. Het waren wel echt een beetje wat heftigere kleuren. Ik kan niet zo heel goed zien. Het lijkt goudgroenachtig. Op de camera zie je het denk ik helemaal niet. Ik ga hem even opendraaien om te kijken of ik het hier... Hij heeft echt een heel fijn applicatortje. Hier zie je de kleur helemaal niet op. Dus dit gaat een verrassing zijn hoe dat eruit gaat zien als ik hem ga testen. Maar ik vond dit er wel leuk uitzien. Ik was wel benieuwd hoe dit zou zijn. Dus deze Crystal Crush Eyeliner. Dan een product wat ik echt een geniale uitvinding is. En dat is de Makeup Corrector Pen. En dit is dus een pen waarmee je dus je make-up, als je iets hebt verkeerd gedaan. Ik merk bijvoorbeeld vaak bij eyeliner, als ik een wink trek dan, en het lukt niet helemaal, dat je hem gewoon eigenlijk niet wegkrijgt. Doordat je de eyeliner heel erg uitsmeert. Daarom was ik heel erg benieuwd naar deze corrector pen. Want hiermee kun je dus, als je een foutje hebt gemaakt, deze weghalen. Er zitten drie reservetips hierin, hier achterin. Die zien er zo uit. Dus dat is heel fijn dat je die er ook bij krijgt. Zelfs ziet de tipper uiteraard zo uit. En ik ben heel erg benieuwd of je hier nu echt kleine foutjes mee kunt gaan weghalen. Ik zou het vinden echt een hele goede uitvinding nu al. Ik werd gelijk helemaal enthousiast toen ik dit zag. Hij is olievrij. Voor de rest staat er eigenlijk niet zo heel veel op. Alleen dat er die olie vrij is en dat je de kleine oneffenheden mee kan verwijderen. Dus ik ben heel benieuwd of dit wat is. Dan heb ik een liquid lipstick. En dit is de Color Boost Vinnylicious Liquid Lipstick. Dit is hem in de kleur 06 Barbie's Favorite. Nou, ik hou van roze jongens. Het belooft een hooggepigmenteerde liquid lipstick te zijn met een vinyl finish. Zou een smooth applicator hebben en heel fijn zijn om te dragen. Even kijken hoor. Oh kijk, dit is zo eentje. Oh, dit is heel ouderwets. Oh, ik vind de kleur nu al mooi als ik het zo zie. Zo ziet het eruit. De applicator heeft een beetje een wat andere vorm als dat ik gewend ben. Maar dit is dus echt zo'n soort ouderwetse verpakking. Want dit doet me wel aan een verpakking van een ander merk denken. Maar ik kom zo even niet op welke. Maar ik ben heel benieuwd. Ik vind de kleur echt fantastisch. Dus ik ben heel benieuwd of dat deze mooi eruit gaat zien. En of die een beetje longlasting gaat zijn. Dan heb ik twee My Only One palettes. En ik ga beginnen met het oogschaduw paletten. Ik heb hem in 01-22 Eye Catching Looks. En hier zitten dus gewoon verschillende kleuren oogschaduw in. Er zitten twee dubbelzijdige sponsapplicators bij. En deze kleuren zitten erin. Ziet er mooi uit. Het zijn wel kleine oogschaduwtjes. Maar ik ben wel benieuwd of dat je hier een beetje leuke looks mee kunt creëren. Je kunt een nude look creëren. Maar je kunt ook een wat gewaagdere look maken door de gewaagde kleuren. Dus ik ben heel benieuwd of dat dit leuk gaat zijn. En dan heb ik dus ook het My Only One lipstick palet. En deze heb ik in de 01-22 Ways to Kiss. En hier zit ook weer zo'n mixing zone in. Dus je kunt ook kleuren weer gaan mixen. Oh. Er zit een applicatortje bij. Dat is deze. En je hebt hier dus de kleuren. Het zijn hele gewaagde kleuren. En dit hieronder is de mixing zone. Ik vind het er echt heel erg leuk uitzien. Zeker omdat je ook weer kunt gaan
mixen vind ik het wel heel erg leuk. En ben ik heel erg benieuwd of dat werkt. Vaak vind ik het een beetje lastig om te werken met zulke lipstick palettes die creamy zijn. Maar ik ben wel heel erg benieuwd of dat dit ook werkt omdat je ook kunt mixen. Dan heb ik ook twee sprays. En ik begin even met de Glow To Go Illuminating Setting Spray. En dit is gewoon weer zo'n spray die je dus na je make-up op kunt sprayen. En die je make-up dus ook echt zet. Glow To Go, misschien geeft hij ook nog wel een gloed. Even kijken of er al mee gesprayed is. Nee, ik kan hem nog niet ruiken, maar het heeft gewoon zo'n spray bovenkantje, zeg maar. Volgens mij krijg je hier echt een hele glans van op je gezicht. Ik ben benieuwd hoe dat er mooi uitziet. En dan heb ik ook de Prime Plus Studio HD Hydra Primer Spray with Coconut Water. En dit is een spray die spray je op voordat je je make-up aanbrengt. Want dit is echt een primer, maar dan in sprayvorm. Hij belooft moisturizing en energizing. En nou ja, deze heeft ook weer gewoon... Nee, deze is ook nog niet meegespreid. Ik ben wel benieuwd of je die kokosnotengeur ook echt gaat ruiken. Ik vind het in ieder geval heel erg leuk. Het belooft wel heel erg veel. En ik vind het ook wel leuk dat er een primer is in een spray. Want dat heb ik nog nooit eerder gezien. Ik ben heel benieuwd naar deze ook. Dan heb ik de Tint & Color Shot. En dit is een lipproduct. Die een mooie lip effect belooft. Ik heb hem in de kleur 05 Classic Simplicity. Het is een heel klein flaconnetje. Heeft ook wat een kort... Kijk nou, deze heeft echt een heel kort applicatortje. Zo ziet het eruit. Hij is wel heel schattig, wel heel handig ook om mee te nemen. Ik ben wel heel erg benieuwd ook of het pigment goed gaat zijn. En voor nu ziet het er wel heel erg leuk uit. Dus ja, ik ben er heel benieuwd naar. Dan hadden ze ook een nieuwe powder. De Brighten Up Liner zat al een banana powder in. En nu is er een peach powder bijgekomen. Heeft de naam Team Peach Me Up gekregen. Dit is een matte fine compact powder in soft peach tone. Nou, ziet er dus zo uit. De banana powder vond ik heel erg fijn. Dus ik was ook heel erg benieuwd naar de peach variant. Of die ook prettig zou zijn. Het is gewoon een setting powder die je als basis kunt gebruiken voor shaping en bronzing. Dus je kunt in je gezicht hier een beetje mee oplichten. Er zit achterop ook een kleine tutorial. Maar ik ben heel benieuwd of deze ook zo fijn is als de banana powder. Dan heb ik de Glow To Go Luminate Blush Papers. Dit zijn 30 blush papers die je dus gewoon op je gezicht neer kunt leggen. En waardoor je dus blush op je gezicht krijgt. Ik heb hem in de kleur 10 You Make Me Blush. Ik ga hem eventjes dicht laten zitten, zodat ik hem niet helemaal eruit hoef te halen. Maar dit zijn gewoon van die doorschijnende papiertjes waarmee je dus eventjes blush kunt aanbrengen op je gezicht. Ik vind het er wel heel veelbelovend uitzien. Ik heb deze toevallig ook al in een video op YouTube gezien en die zag er heel erg goed uit. Dus vandaar dat ik hier ook heel erg benieuwd naar was of dat bij mij ook zou werken. Dan heb ik de Holowow Prisma Jumbo Eye Pencil. En dit is dus een oogpotlood. Ik heb hem in de kleur 04 Magic Spell. En ik kan het niet lezen, jongens. Want het is zo holografisch dat ik echt niet kan lezen hoe dit in zijn werking gaat. Hij ziet er zo uit. Ik zal hem even omhoog draaien, zodat je iets meer van kan zien. Zo. Het is een hele gepigmenteerde, zo ziet hij er wel uit, stick. Je ziet ook echt het holo-effect al. Maar ik denk dat het niet echt overkomt op camera. Maar ik vind hem er echt heel veelbelovend uitzien. En ik ben ook benieuwd of dat dit mooi gaat zijn op mijn ogen. Dan heb ik nog een lippenstift. En dit is de kleur 08 Fleming Red. En dit zijn nieuwe lippenstiften. Ik vind de verpakkingen echt super leuk. Hier zie je het Essence logo. En ja, ook die dop vind ik echt geweldig. Ik vind het heel erg leuk. Ik ben dus voor de rode kleur gegaan. Ik hou hiervan. Hij ziet er vrij donkerrood uit. Maar als hij de kleur heeft van de huls, dan zou die wat neutraler rood kunnen zijn. Ik vind de verpakkingen echt geweldig. Ik vind de lipstift er mooi uitzien. Hieronder staat Color Up Shine On. Dat is uit de lijn.
zo heet die lipstiftlijn, bedoel ik. De Color of Shine On Lipstick Line. Dat zijn dus deze nieuwe lipstiftjes. Dan heb ik ook een nieuwe stick en dat is de Holobow Sparkle Stick. Deze heeft de naam 10 Sparkles in Your Life gekregen. Dit is een Illuminating Face Stick with Fine Holographic Particles in Pink en Gold Sparkling Finish. Nou, we gaan even kijken. Hij komt er al uitzetten. Deze moet dus echt even in de koelkast, want hij zit dus niet meer helemaal vast, zie ik nu. Zo ziet hij eruit. Ik vind het wel heel erg mooi eruit zien. Ik ben heel erg benieuwd naar het resultaat ook. Ik ga hem nu even dicht doen, want ik ga hem even in de koelkast leggen, zodat hij eventjes weer hard kan worden. Maar het ziet er wel veelbelovend uit, deze stick ook. Ik kan hem ook weer even vast... Kijk, nu zit hij ook alweer wat vaster, doordat ik hem naar beneden draai. Dus dat is op zich ook wel weer heel erg gunstig. Dan ben ik toe aan de laatste producten. En dat zijn 4 hele vernieuwde oogschaduwpalettes. Ik ga beginnen met deze. Dit is de In Love with Rose. Box heeft de naam 02 en Happily Ever After. Dit zijn hele leuke oogschaduwpaletjes. We hebben leuke afbeeldingjes gekregen. En dit is dus met... Even kijken hoe dat open gaat hoor jongens. Rose kleuren. Het ziet er zo uit. Ik weet niet hoe het pigment gaat zijn uiteraard. Maar het ziet er wel heel erg schattig uit. Dus dat is deze. Het To The Moon and Back paletten. Dit is box 4 One Way Only. Zo heet die. Ik hou hem even zo. Want hij ziet er nu een beetje vies uit. Omdat de zwarte kleur die kwam er net uit. Dus die heeft de andere kleuren een beetje besmudged. Maar dit komt wel weer goed zodra ik ga swatchen. Dan haal ik die kleur er wel af. Ik heb hem weer even teruggeduwd. Maar die ziet er zo uit. Ja, ik kan er helaas gewoon verder niet heel veel over vertellen. Ik vind dit heel erg leuk. Hier staat zo'n klein Essence logoetje op. Dat hebben ze alle 4. Dat vind ik echt heel schattig. Dus dat is dit palette. Dan heb ik ook dit palette, maar deze is al helemaal gebroken. Dus deze brokkelt al echt af. Ik kan hem niet echt openmaken. Zoals je kan zien is hij heel erg beschadigd. Dat is een beetje zonde, dat had ik niet gezien. Dit is het Mermaid Eyeshadow Box 03 Michelle is My Castle. Hier kan ik helaas niet zo heel veel mee, omdat hij dus al heel erg gebroken is. Het zijn dus echt wel hele breekbare poeders, zoals ik het nu kan beoordelen. Dus die leg ik even apart. Het laatste wat ik heb is de Million Nude Face Beautiful staat hierop. Dit is het Million Nude Face Eyeshadow Box in 1 Beautiful. En hier zijn hele schattige dieren op. Die ziet er zo uit. Dit vind ik heel schattig. Echt heel erg leuk. Ik ben al dol op die dieren. Dus het ziet er heel erg leuk uit. Dan waren dit de producten die ik je graag wilde laten zien van Essence. Jammer van het oogschaduwpalet die gebroken is. Daar moet ik echt even een andere voor halen, want dat had ik gewoon echt niet gezien. Dat betekent wel weer dat je even goed moet opletten in de winkel voordat je een product koopt. Ik ben heel benieuwd naar deze producten. Ik hoop dat je het leuk vond om te zien. Mocht je nou ook benieuwd zijn naar een aantal producten, laat het zeker weten. Misschien heb je zelf al wel wat producten getest waar je heel enthousiast over bent. Mocht je nou ergens een video van willen zien, kan je het altijd eventjes laten weten. Want dan kan ik altijd even een video ervan maken. Voor nu wil ik je bedanken voor het kijken. Ben je nieuw op mijn kanaal, kun je je even gratis abonneren. En als je op het belletje drukt, krijg je ook een melding zodra er een nieuwe video van mij online komt. Dan zie ik je graag bij de volgende video weer. Doeg!